Je hebt gezegd dat je 100 wil worden, Jacques, dus ik stel deze vraag veel te vroeg. Hoe wil jij later herinnerd worden? Ja, als iemand die, ja, een veelzijdige. Want in het begin krijg ik heel veel kritiek, maar als je het allemaal begint op te tellen, op bijvoorbeeld Viva Vermeijren op VTM, waar dat ze een volledig overzicht geven van weken over mijn carrière, maar ook veel VRT-materiaal en actueel materiaal, dan pas ziet je, als de mensen daar gaan naar kijken, amai, die heeft veel gedaan. Zelfs ik vind dat. Wat ik allemaal uitgestoken heb op alle mogelijke vlakken. Ze gaan niet kunnen zeggen later dat ik een luier geweest ben. Ik wil herinnerd worden als een man die graag optrad en respect had voor zijn publiek. En al wat ik deed, dat ik dat met volle overgave deed. Dat is mijn roeping in deze maatschappij. Dat is de mensen amuseren. Zelfs met een TikTok tot een optreden. Tot al de dingen die ik gedaan heb. En ik hoop, en dat is een feit, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je geapprecieerd wordt. Een voorbeeld is met een film Max in 1994. In het begin kreeg hij 1 ster en nu zit ik al aan 2,5. Het is nog altijd geen 5, hè, maar het stijgt. Dus hoe ouder dat je wordt, hoe meer credibility dat je hebt. Dus ik vermoed, als ik op mijn 80 nog ga kunnen optreden, dat ik, niemand kan zeggen dat ik een mislukkeling ben. Veel mensen vinden mij niet grappig, maar ze gaan niet kunnen zeggen dat ik een loser ben. En dat vind ik belangrijk, ja. Ja, en een luier, ik ben je absoluut ook niet, hè, want je hebt keihard gewerkt in jouw leven. Ik ben geen luierik omdat ik dingen doe dat ik graag doe. Moest ik tegen mijn goesting moeten werken, dan zou ik een luierik zijn. Veel dingen doe ik niet graag, maar hetgeen wat ik doe ik met overgave en doe ik met plezier. Dat is bij mij niet altijd echt werken. Een optreden is voor mij ontspanning, hè. Ik ga er naartoe, ben er om 6 uur, drink een trappistje, lekker eten, geen zenuwen, totaal geen zenuwen. 2 keer in 1 uur een zaal doen lachen, daarachter nog een beetje babbelen, hup, naar huis. Fantastische avond, hè. Ik noem dat, nou, dat is werken, maar plezant werken, hè.